Er moest toch wat gebeuren, dus ik ben op onderzoek uitgegaan. Ik wilde nog wat vragen stellen aan Robbie, maar toen ik dat wilde doen, vond ik deze mensen. Het is almost normal. Oh, wat is hier aan de hand? Wat? Barend. Hallo? Hallo? Hallo, ik zie hem. Ik zie niks, hè. Ik word gebeld. Ik ben zet... Pingwing! Oh. Dat is de pingwing, ja. Dit is de pingwing. Nee, dat is geen pingwing. Dit is een pingwing, vraag maar. Vraag maar Link en Jeremy. Dit is de pingwing. Nigel. Maar wie zijn dan Link en Jeremy dan weer die dat kunnen beslissen? Ja, hij heeft zelfs in het verblijf gezeten. Wat hebben al deze mensen gedaan bij jou? Oh, ze hebben me geholpen. Ik zat een beetje onder het bloed van Pintje en Nooxie. Nooxie. Ja, mijn beeldscherm was kapot, dus ik ben eventjes hier alles gaan maken en ze zijn meegekomen. Pingwin heeft zijn voeten weggenomen. Oké, ja, moet ik... Voor de record, het is geen pingwin. Het is geen pingwin? Zei ik toch? Nee, hij heeft 1000 jaar opgesloten gezeten in lauw water. Vind je het gek dat hij... Maar hij heeft gebaard met Honky om baby pingwings te maken. Honky heeft mij aangerand, dat is echt een ander verhaal. Ja, hij heeft hem gewoon letterlijk ver... Ik geloofde ze zo erg dat jij een pingwing was. En zelfs Dr. Kenty ging erover twijfelen. Ja, maar jij hebt me nog geholpen zelfs. Ja, maar toen zei Dr. Kenty dat ik misschien wel een pingwing heb geholpen. Het is een mooi verhaal, maar Ixion en ik horen bij elkaar. Ik zit boven in een spaceship, want ik ben 1000 jaar geleden gevlucht. Want de wereld was 1000 jaar geleden vergaan. Mm-hmm. Dus ik ben gevlucht en Ixion en zijn familie zijn ondergedoken in een... in een grot. Begraven. Maar toen hebben de robots de wereld overgenomen. En Robbie, zoals je hier ziet. En Robbie weet niet dat hij de wereld heeft overgenomen. Maar zijn chip is... Even de korte variant. Zijn chip is doorgebrand, dus hij is gereset. Hij weet niet dat hij een oorlogsstand heeft. De enige die dat weet is Ixion. Oh, kut. Wat hebben we nu gezegd? Oh. Hebben jullie wel gehoord? Ik heb niks gehoord. Hebben jullie wel gehoord? Ik heb de helft maar meegekregen. Maar Robbie, hoe ga ik dit ooit geloofwaardig tegen iedereen vertellen die erbij was? Ik denk dat Honky... het nu wel weet. Ja? Ik zou het aan Honky vragen. Honky die is een beetje bang geworden, want die, volgens mij is zijn huis bijna opgeblazen door de oorlogsstand van... Daar was ik bij. Ja, daar was ik flink bij. Honky, dus dan weet jij het ook. Want die gooide mij net, ik wist dat iets met hun huis was gedaan, maar meer wist ik eigenlijk niet. Maar ga je mee dan? Ik kan het, anders ze gaan me nooit geloven. Als je net hebt gehoord, ik weet niet of we gaan behoorden. Oh ja, dat. Robbie's batterij is op. Dus Robbie moet gaan opladen. Maar ik denk dat Ixion jullie zeker verder kan helpen, denk ik. Oké. Okay. Ixion, zou jij misschien even de code kunnen invoeren, zodat Robbie in ieder geval rustig in slaap kan vallen? Nou, ik hoop als ik alleen jou meeneem dat ze je geloven. Ik ben benieuwd. Ze geloven nog steeds dat je een pingwing bent. Ah, ik ben eigenlijk geen eend, hè? Als je gaat naar Honky, dan Honky zal het verhaal wel bevestigen. Ga je mee dan? We gaan wel naar België. Ik denk dat je Robbie hier moet laten staan. Ik denk dat je hem even aan moet zetten. Hey, jongens, ik ga weer even verder met mijn kip eten. Want jullie weten het misschien wel. Ik heb super veel zin in kip. Dus ik ben er vandoor. Ik wens jullie een hele fijne... Zo, dankjewel. Wacht even. We hebben heel even wat extra codes nodig om Robbie te laten werken. Dag Robbie. Piep boep. 17, 24, even kijken op die knopjes, en dan die, en dan dat, hop. Ja, volgens mij, ja, exact. Gaat Robbie ook mee? Robbie laag, low. Oké, Robbie gaat niet mee. Nee, Robbie, je moet even opladen, wacht heel even hoor. We gaan hem eventjes aan zijn punt zetten. Maar gaat hij dan mee of niet, als hij is opgeladen? Ik ben er boven, jongens, het is veel te donker hier. Oké, hartstikke idee. En dan zo. Oké, gaan we even proberen mensen te overhalen. Dat ik moet heel eerlijk zeggen, dit is de eerste keer dat ik hoor van Robbie zijn warmmodestand dat hij dat bij Honky aan heeft gehad. Want ik ben wel benieuwd wat hij... Warmmodestand? Nou ja, jij wilt graag weten of ik een pingwin ben of niet. En Honky heeft daar het antwoord op. En dat heeft alles te maken met Robbie. Wow. Ik heb hier geen... goede gevoelens over deze plek, om eerlijk te zijn. Link, één vraag. Ja, ik wil. Nou. Dus dit is niet het goede moment. Oh, oké. Dit is een pingwing, toch? Dat is een pingwing, ja. Nee. Link. Ja, Die is ontsnapt. Hij heeft een aquarium. Nee. Slet Link. Op! Link. Ik ga mijn visengel halen. Oh, moet ik Robbie ook even halen dan? Zeker niet. Robbie is hier.
Ik heb, Je weet wat er is gebeurd bij in Honkie's huis, of niet? Ik weet niet wat er is gebeurd in Honkie's huis. Oh. Mag ik het even uitleggen of word ik gelijk... Ja, je wordt even vastgehouden. Leo, liggend streepje, zijbom. Dus even stoppen. Hij loopt niet weg. Hij is, hij is meegekomen. Yes, oké. Okay. Ga maar. Ja. Ik zal even haar van uitleggen wat er aan de hand is. Ik ben Ixion. Ik heb 1000 jaar lang vastgezeten in een watersilo. En dat is de reden dat ik er nu zo uitzie. Mijn familie heeft me daarin gestopt. Omdat er een oorlog aankwam. Een oorlog zo groot dat de wereld was vergaan. Robbie heeft dit ook meegemaakt. En Robbie's bestuurder, Nigel, die nu boven in een ruimteschip zit. Die ken ik. Dat is een hele goede vriend van mij geweest. In die tijd. Er is wat gebeurd. Mijn familie heeft namelijk deel uitgemaakt met de maak van de robots in die tijd. En dat zorgt dus ook voor dat ik dingen weet over het besturen van Robbie. Zo was tijdens mijn ontsnapping de vorige keer Robbie op hol geslagen. Kan je dat nog herinneren? Dat weet ik zeker maar. Dat weten we allemaal nog. Dat kwam door een code die ik riep. Een code die alleen door mij werkt. Dus het is belangrijk dat jullie begrijpen dat ik geen pinguïn ben. Ook al lijk ik erop. Ik begrijp het. Ik heb even plaatjes opgezocht van pinguïns. En ik begrijp dat jullie denken dat ik er zo uitzie. Maar ik ben geen pinguïn. Ik ben nog wel op zoek naar iemand die mij kan helpen. Waardoor ik er weer wat meer zoals mezelf uitzag. Zoals vroeger. Maar het is dus van belang dat jullie weten dat Robbie nog best wel gevaarlijke dingen kan doen. En dat ik hier nu denk ik ben ontwaakt om hem daarmee tegen te houden. Mag ik even tussendoor goocheltruc bij je doen? Ja. Oké, let op. Kijk je naar mij? Ja. Ik ga nu mijn vingers knippen. Boom, je bent ineens vergeten dat je een pinguïn was. Ik ben nooit een pinguïn geweest. Zie het werk! Wow, ik kan gewoon toveren! Wat? Hij is vergeten! Zo ziek! Hij is gewoon vergeten! Nou, dat is opgelost. Wil je nog wat de honkie spreken? Dat lijkt me wel handig. Eigenlijk. Want ik ben wel benieuwd wat er dus is gebeurd. Ik denk dat thuis is. Nou, super. Dankjewel voor het begrip, Link. Nou, geen probleem. En laten we hopen dat het niet nog een keer gebeurt. Ik kan altijd niks beloven. Ik zeg altijd, ik beloof niks. Oké. Goed, dan beloof ik ook niks. Succes met Jeremy overtuigen. Ja, dat gaat lastig worden. Ja, Jeremy was degene die erover begon. Dus dat wordt nog wel een ding. Maar dat komt goed. Ja, nou ja, wat ik al zei. Ik ben dus op zoek naar iemand die mij een beetje kan helpen. Maar ik denk dat ik daar ook al meer tovenarij voor nodig heb. Link, kan jij dat? Want jij bent best wel goed in toveren. Ja, maar ik mag mijn trucjes niet vertellen hoe ik dat doe. Oké. Okay. Nee, dan moet ik denk ik toch maar even op zoek naar een andere... Er zijn tovenaars, maar die zijn al uit elkaar gegaan. Nee, ik doe alleen aan techniek dingen. Zeg maar psychologie en dat soort dingen. Mm-hmm. Oké. Okay. Wie zijn dan eventuele tovenaars? Bij Lotje zijn. Lotje? Ja. Oké, okay, dankjewel. Fijn dat het eindelijk is opgelost, in ieder geval met Link. Nu Honky nog. Daar moesten we nog even mee in gesprek. Nou... Ja. Kijk, nu kun je altijd serieus goed dingen bespreken, snap je? Ja, zeker, zeker. Dit helpt daarbij. Nou, wat er dus was gebeurd... Ik ga gewoon naar Robbie. En ik wou een prank uithalen. Ik wou gewoon pranken, weet je wel. Je wou Robbie pranken? Ja, ik wil Robbie pranken. Was helemaal leuk. Ging fout. Ik schoot hem dood. Ja? Maar dat heeft iedereen heeft de beste wel eens bij een goede prank, toch? Iedereen schiet toch wel eens iemand dood als je iemand prankt? Inderdaad. En Robbie typte toen in de zei van CC44. En... Wat zei die? CC44. Oh. CC44. Oh ja. En toen had hij TNT geplaatst. Ja, wacht even. Ik doe heel even de muziek uit. Dat begon hij te zeggen.
Mag ik eerst even mijn disc doen? Ja, je wil liever dramatische muziek? Nee, oh ja, nou, dit kan ook. Okay. Het is belangrijk dat je weet dat Robbie verschillende modus heeft. Ja, daar kwam ik achter. Ja. Maar hij wist zelf niet meer wat hij had gedaan in de oorlogsmodus en zo. Nee, ik weet wel welke modus die allemaal heeft. Maar in ieder geval, toen sprak ik met je boy in de lucht. Ik weet niet meer hoe die... Nigel. Ja, en die zei dat het allemaal jouw schuld was. Ja, nou... Ja, soort van. Maar eigenlijk begon het bij Jeremy. Want die beschuldigde mij van dat ik een pinguïn was. En toen ben ik gevangen genomen als pinguïn. Mm-hmm. Toen herkende jij mij ineens niet meer. Groepsdruk? Ja, dat is toch wel... Toen heb je me zelfs nog aangeraakt op plekken... Waar ik niet aangeraakt wil worden. Ze wouden baby pinguïns. Ze gaven me geen keuze. Je ging er wel voor. Dat. Kunnen we dat niet gewoon vergeten? Hier. Praten we nergens meer over. Ik wil in ieder geval wel duidelijk maken dat ik toen dus de keuze moest maken om een van die codes te zeggen. C744. Oké. Okay. En dat door die codes gaat Robbie in war modus. Ja. Maar ik hoor dus nu dat hij dat zonder mij ook heeft gedaan. Want ik was er niet. Maar je hebt het de eerste keer gedaan. Dus het is jouw schuld. Nou, ook niet. Want ik ben ook degene die ervoor kan zorgen dat dat niet meer gebeurt. Ik heb er alleen tijd voor nodig en ook wel spullen. Maar dat is ook... Spullen? Nee, zeker niet. Zeker niet. Ik moet eerst mijn laboratorium nog bouwen. Right. Maar weet... Murica zal je daar wel mee helpen met die spullen als het nodig is. Dankjewel, Tekjon. Laat het duidelijk zijn dat Robbie niet zomaar een leuk robotje is. Hij heeft ook kanten die zelfs ik niet wil zien. Oké. Okay. Dankjewel. Ja, dit is gewoon... Oké, okay, dus... Okay. Ja, dat was het, maar... Honky. Wat ben ik? Ik ben er niet helemaal uit. Maar geen pinguïn. Oké, dat is beter. Oké, gelukkig. Ik ga nog in gesprek met Lotje. De Link heeft mij dat net verteld. Dat Lotje wel met magie dingen doet. En zij zou mij eventueel kunnen helpen. Zodat ik er toch weer net wat beter uitzie. En wat meer terugkom tot mijn echte menselijke vorm. Want ik moet zeggen dat ik zelf ook nog niet helemaal mezelf ben als vroeger. Ja, dat is dat dus... ging beter dan ik verwacht zou hebben, moet ik zeggen. Ja, ik eigenlijk ook. Ze hebben me eigenlijk wel een soort van geaccepteerd. Dat is toch wel een prettig gevoel, had ik niet verwacht. Mooi. Ja. Maar je weet het maar nooit met die Belgen, hè? Dat klopt. Ja, weet je, de ene dag zijn ze aardig en de andere dag noemen ze je pinguïn. Dat is wel waar ik achter ben gekomen. In de volgende aflevering van het verhaal van Ixion. Ik zorg ervoor dat mijn laboratorium er klaar staat. Want die ga ik nodig hebben de komende tijd. Dat is niet het enige wat er gaat gebeuren. Robbie, helemaal alleen. Ixion, helemaal alleen. Ja. De vraag. Ixion, aansluiten. Robbie Lam.